In expo-ruimte De Bijl in Zoersel stellen Tinka Pitoors en Chris Vierens zij aan zij hun werk voor. Wij bezoeken hen thuis, waar ze samen hun leven en werk delen. Ik vind het wel fijn om samen tentoon te stellen, omdat wij sowieso eigenlijk altijd mekaars eerste toeschouwer zijn. Als Chris een werk af heeft, of bijna af, of mee eens bezig is, dan kom ik wel eens kijken en omgekeerd. En zo zijn wij constant ook over mekaars werk aan het praten, aan het discussiëren, aan het zien van waar is wie mee bezig. Wij werken zeker niet rond dezelfde thema's. Wij werken eigenlijk elk heel apart aan onze eigen praktijk. Het is visueel en ook historisch ligt dat redelijk uit elkaar. Maar we zeggen soms van als je met een hond slaapt, dan krijg je wel zijn vlooien. We horen het toch geregeld dat mensen eigenlijk zeggen van het ligt dichter bij elkaar dan jullie soms zelf denken. We zijn alle twee bijzonder atypisch. Tinka is een echt fundamentalistische schilder, terwijl ik een fundamentalistische beeldhouwer ben. En ik maak heel veel schilderijen en zij maakt heel veel sculpturen. Schildert eigenlijk in de ruimte. Dit is mijn atelier, mijn speeltuin noem ik dat soms wel. Mijn vorige ateliertje was een tiende van deze atelier. Maar dat is zoals dat je een goudvis uit een klein kommetje in een grotere kom steekt. Ja, op 5 jaar is dat hier een beetje ontploft. Dit werk is eigenlijk ontstaan nadat we een residentie van 3 maanden gedaan hadden in het EKWC. Waar we eigenlijk heel intensief die 3 maanden dag en nacht met keramisch werk bezig waren. En dat ook een afgerond geheel was op het einde van die 3 maanden. Ik werk vaak rond een soort van manipulatie van natuur. En dit is een soort van historische, kunsthistorische manipulatie van het natuurlijke. Door die bloem op die manier samen te zetten. Ik kan uren vertellen over mijn werk, maar het is bijzonder moeilijk om dat gewoon zo voor de vuistweg te doen. Ik heb lezingen opgesteld waar ik heel lang en intens aan gewerkt heb. Het is pure poëzie geworden om te duiden waarover mijn werk eigenlijk gaat. Wat dat heel belangrijk is dat het uiteindelijk resulteert in een enorme stilte. Wat er heel interessant op is, dat is het feit dat als de mensen uw atelier binnenkomen, ze eigenlijk allemaal gemakkelijk een smile krijgen. Door de hoeveelheid, door de kleur, door de jeunesse die het werk van Tinka uitstraalt. Als ze bij mij binnenkomen, dan staat er meestal een goede opera op. En dan worden ze allemaal, ook door het werk, absoluut muisstil. Dus dat is een heel andere beleving. Maar die twee zitten op 10 meter van elkaar. Twee univers, twee werelden die naast elkaar leven. En met elkaar leven. Soms.